Een fusie tussen Nuenen en Eindhoven of Nuenen en Sonnenbreugel is toch niet nodig. Tenminste, dat vindt burgemeester Hoepe. De fusiegesprekken tussen de gemeenten lopen al onder druk van de provincie. Volgens de provincie heeft Nuenen onvoldoende bestuurskracht om de eigen broek op te houden. Maar volgens Hoepe is dat verleden tijd. Hij schrijft... De financiële situatie en gemeentelijke organisatie zijn inmiddels aanzienlijk verbeterd. Daarnaast zijn er oplossingen gekomen voor een aantal langlopende complexe dossiers. Het college ziet vandaag de dag dan ook geen noodzaak meer om te fuseren. Eerder spraken burgemeester Hoepe en een meerderheid van de gemeenteraad zich uit voor een fusie. De ommezwaai komt bij fracties dan ook als een verrassing. De meningen zijn verdeeld. Nou, ze tonen lef en daadkracht door voortschrijdend inzicht te tonen. Zich te baseren op pure feiten die ze zelf ook noemen. Er is nog steeds geen enkele reden om Nuenen bewust te laten fuseren met wie dan ook. Ja, en daar komen ze nou inderdaad achter en ze onderbouwen het cijfermatig. En we zijn er wel heel erg blij mee. Het is wel zo dat ik over deze brief zeker vanuit de fractie kritische vragen zal gaan stellen. Hoe het college zover heeft kunnen komen om deze uitspraak te doen. Feitelijk kun je zien dat wij miljoenen overhouden. Dat wij in de regio het beste functioneren op het sociaal domein. Dat de gemeente Eindhoven en Nuenen komt kijken hoe wij dat doen, et cetera, et cetera. Dus ja, je kunt in het verleden blijven hangen. En dan gaat het soms over 10 of 15 jaar geleden. Maar het gaat gewoon hartstikke goed in Nuenen. We moeten ook rekening houden met onze Nuenenaren, met onze inwoners. Want ik hoor nu al om mij heen, sinds vanochtend en gisteravond ook al, dat die snappen er nu echt helemaal niets meer van. De Nuenense gemeenteraad was tot de zomer zelf aan zet om een keuze te maken. Son of Eindhoven. Omdat het besluit werd uitgesteld en het te lang duurde, greep de provincie in. Want die vindt dat Nuenen niet zelfstandig verder kan. Wij hebben er grote zorgen over als de Raad van Nuenen dit zelf had moeten doen of ze tempo en kwaliteit van de besluitvorming voor elkaar hadden gekregen. Wij zien dat de Raad van Nuenen over dit onderwerp behoorlijk verdeeld is, dat er tenminste 3 verschillende voorkeuren bestaan. En wij vinden het wel van belang dat er gewoon met tempo duidelijkheid komt en dat er kwalitatief goed besloten wordt. In Eindhoven zijn er afdelingen die 10 miljoen per jaar uitgeven aan inhuurkrachten. Zo'n grote stad, dus die hebben de eigen bestuurskracht ook niet in huis. Hoepe wilde vandaag niet reageren. Eerst wil hij de gemeenteraad bijpraten. Mocht Nuenen toch een keuze moeten maken, dan wil de burgemeester het liefst fuseren met Sonnenbreugel.